Men probeert, en als ik zeg men, dan is dat de regering in samenwerking met het ministerie van Financiën en ook de Centrale Bank van Suriname, om de dollarkoers onder controle te hebben. Daartoe is er zaterdag een persconferentie belegd. Ook de deviezencommissie die heeft hun zienswijze gepresenteerd. En ook de minister van Financiën als ook de governor. Wij voeren nu, daar het een vrij lange persconferentie is geweest, wederom naar enkele belangrijke momenten uit de persconferentie. Dat eerdere pogingen niet zijn gelukt, waarom deze wel? Misschien een goede beeldspraak. Eerdere pogingen, met name van de bank, kun je zien in beeldspraak als een, ik noem het, een melkkoe die nergens kon grazen. En dat was die bank. Maar met die maatregelen die we nu treffen, creëren we in ieder geval een veld waar de bank ook kan grazen. En dat is belangrijk. Die kwestie van die retentieregeling. Dus er is een groot verschil met de aankondigingen de vorige keer. De bank had die standpunten al, maar uiteraard je moet dit in een geïntegreerd beleid brengen. En het beleid is nu inderdaad geïntegreerd met alle maatregelen die genomen moeten worden. En voor alle duidelijkheid, je kan nimmer verwachten dat de centrale bank een melkkoe wordt zonder, zal maar zo zeggen, die nergens kan grazen. En dat verschil moeten we nu wel inbrengen en dat moet verder gaan toenemen. Dat op de vraag waarom gaat het nu wel lukken. Dan de minister is al ingegaan op wat gaat IMF doen, waar we staan. Dus die vraag is ook al beantwoord. Ik wil aan meneer Soukou zeggen dat de bank toezicht uitoefent op banken, verzekeraars en kredietcoöperaties. En dat gebeurt prudent. Het is een kwestie van jaarrekeningen. Dat gebeurt, inclusief de naam van de bank die u doorlopend noemt. Dat doen we zeer zeker en dat gebeurt ook heel intensief. Daar kunt u van uitgaan. Specifiek trek ik me wel aan wat u zegt over de centrale bank, de jaarrekeningen. U hebt mij niet horen zeggen, er is een jaarrekening uitgebracht van 15. We hebben pas geleden een bidding gehouden voor accountants, daar zijn we door. Op 16 en 17 binnenkort dit jaar. Maar let wel, er staan geen jaarrekeningen gereed die je nu even kan tekenen. Die beeldvorming moet er niet zijn. Ook 2015 was nog niet opgeleverd. Maar ik heb persoonlijk 2015 opgeleverd, maar ik heb met niemand afgestemd of het mag of niet. Ik heb gewoon mijn wettelijke verplichting uitgebracht. Ja, ik stem. Laat me dat helder zeggen. De bank moet onafhankelijk dat uitvoeren. En dat heb ik gedaan en dat zal ik blijven doen. Dat is wat betreft de rol van de bank en de jaarrekeningen. Dan de kwestie van die 200 miljoen. We hebben al gezegd. Het is niet overgeboekt. Die 200 miljoen is besteed. In die kasreserve is er betaald voor overheid, voor cambio's, diverse partijen. En ik mag niet praten over klanten, maar ik mag u wel zeggen dat zelfs de banken een klein deel hebben gehad uit die 200 miljoen. Want dat was een van de eerste dingen die ik ben gaan bekijken. Dus het is besteed. Maar er stond SRD er tegenover. Maar het vraagstuk is dat we dus nu de besteden USD terug moeten brengen. Dat is wat er aan de hand is. Ik hoop dat het duidelijk is en begrepen wordt. Maar, nee. Het is normale boekhouding met twee kanten. Gewoon normale dubbelboekhouding. Maar dat is niet zo. Dan van meneer Lewin om de vragen toch allemaal kort verder te beantwoorden. De kliklijnen. Ja, daar is er alles mee gedaan wat wij kunnen doen. De centrale bank is natuurlijk geen vervolgingsapparaat. Wat wij hebben gedaan, we hebben in een aantal gevallen waar we kunnen optreden, dat meteen gedaan. Ik herinner me één geval waar er gemeld is voor een betaling van een voertuig bij een autobedrijf.
En wij hebben toen zelf gebeld met het autobedrijf. En de klant heeft meteen de koers die van kracht is kunnen betalen. Met betrekking tot die overeenkomst. Maar de andere overtredingen met betrekking tot adverteren en dergelijke, dat hebben wij onderzocht. Vervolgens aan de justitiële autoriteiten gemeld. En dat moet dan verder zijn gang vinden. U begrijpt, de bank is dan niet de partij om te weten hoe dan het vervolgtraject plaatsvindt. Maar ik heb u al gezegd, er zit verbetering in wetgeving, komt eraan. Zodat de bank wat meer grip kan krijgen samen met anderen om dat traject verder in te zetten. Maar velen denken dat de centrale bank ook een soort vervolgingsapparaat is. Helaas niet. Dan de jaarverslagen. Daar heb ik in feite antwoord op gegeven. Maar u wilde verder gaan om te zeggen dat het verboden was. Ik heb u al gezegd. Nee, maar dat werd gezegd. Ik weet niet, ik heb u mijn antwoord gegeven. Niemand heeft mij dat gezegd en ik zou het ook niet accepteren. Laat me daar helder in zijn. Ik moet mijn wettelijke taak uitoefenen. Ik denk dat ik daar helder over ben. Wat betreft functies binnen de bank. Ik ben het ook niet komen aantreffen dat aan mij gezegd is welke functies ik moet creëren. Want ook dat zou ik niet accepteren. Er was specifiek een functie waar u het over hebt. Dat was goedgekeurd in een organogram. En dat is gerespecteerd. En we zijn nu doende, dat mag u weten, uiteraard om de governance van de bank te verbeteren. De governance van de bank is, wat velen nu weten, ook onderdeel van IMF-programma. De centrale bank moet aan veel meer voldoen dan het koersenvraagstuk waar we nu over praten. Er is gewoon veel, veel, veel meer. Het gaat veel verder. Het komt op wetgeving neer. Omdat de governance van de bank is de interne structuur, zoals u dat zegt. Maar ook tevens de wet en regelgeving daaromheen. En dat speelt allemaal ook in het kader van IMF. Maar los van IMF speelt het ook voor de bank. Want de bank moet een stevige governance hebben. Wij hebben intussen maatregelen getroffen om de governance te versterken. We hebben bijvoorbeeld de bekende risk commissions, compliance en dergelijke. Die worden ingesteld samen met de Raad van Commissarissen. En de documentatie wordt allemaal gereed gemaakt. Dus er wordt hard gewerkt aan die juiste governance van de bank. Zo is het al zo dat betalingen bij de bank, dat gebeurt niet zonder meer door een governor. Ik hoef dat niet en ik wil dat ook niet. We hebben net ook gepraat, de minister heeft het aangehaald. Als de deviezen binnenkomen bij de bank, is het absoluut niet de bedoeling dat één persoon de governor zegt, daar wordt het voor aangewend. Dat absoluut niet, daar kan ik u in geruststellen. De bedoeling is dat er een beleidsdocument komt om dat aan te wenden. En ook niet naar welk bedrijf het moet, of dat bedrijf of dat bedrijf. Een beleidsdocument en de rest vloeit er vanzelf uitvoert. Omdat de centrale bank het moet uitvoeren. En ook dat moet goed passen binnen de governance die we nu nastreven. Dus dat, wat zegt u? Nou, er zijn verschillende documenten die dat uitmaken. Ik heb u gezegd, wet en regelgeving ook. Er zijn ook voorstellen, met name van IMF, om de bankwet te veranderen. Maar ook om de onafhankelijkheid van de bank te vergroten. Dat zijn allemaal issues die spelen. Dus nogmaals, er is veel meer dan alleen maar datgene wat besproken wordt over koers. Maar dat slaat allemaal op uw vraag met betrekking tot structuren van de bank, hoe dat allemaal werkt. Maar het komt erop neer, is de besluitvorming binnen de bank prudent? Oftewel, wordt het niet alleen op basis van bijvoorbeeld een governor die misschien oppermachtig lijkt in de bankwet, door hem alleen of door haar alleen bepaald? Nou, dat is zeker niet mijn plan. En zo ben ik ook niet gestart binnen de bank. Dus we werken volop aan die aanpassingen van die structuur. En aan de jaarrekeningen die op grond van de bankwet en andere wetgeving gewoon moeten worden gepubliceerd.